We zijn in de regio Eindhoven, eigenlijk in het hart van Brainport Nederland. Hier komt echt innovatie vandaan. Wat is Brainport Industries? Brainport Industries is een coöperatie van 90 high-tech bedrijven die met elkaar samenwerken om hun concurrentiepositie te versterken. Als je Brainport wil samenvatten, dan denk ik dat er één woord is en dat is samenwerken. Brainport heeft geleerd vanuit het verleden met elkaar vereend te worden. Dat betekent de overheden, bedrijfsleven en ook het onderwijs gezamenlijk optrekken en innovatiekrachten daaruit ontwikkelen. Dus de samenwerking hier, dat is eigenlijk wat Brainport maakt. En het andere wat hier bijzonder is, is dat al die grote disruptieve technologieën die op Nederland afkomen, die komen hier ook allemaal samen. Dus je hebt hier aan de ene kant het Internet of Things en je hebt hier robotica, 3D-printen, big data, alles komt hier samen. Zo, welke technische snufjes heb je allemaal gezien vandaag? Heel veel. Het produceren van echt de kleinste chips, die ik in ieder geval niet kan zien met mijn normale ogen. Eerste elektronische pil gezien, die ooit gemaakt is. Maar wat ik vooral heb gezien is dat al die bedrijven op de een of andere manier met elkaar samenwerken. Die crossovers en die verbinding die wij met elkaar als bedrijven, als overheid en als onderwijs met elkaar zoeken en ook vinden in deze regio en elkaar eigenlijk slimmer en slimmer maken. De Hightech Campus is werkelijk een ecosysteem van bedrijven allemaal rond elektronica. En dat maakt het heel uniek. Er werken hier ongeveer 10.000, 15.000 mensen allemaal in hetzelfde gebied. En het feit dat een bedrijf als Medimetrics hier ontstaat, is een gevolg van het feit dat het ganse ecosysteem hier is. En met het ecosysteem bedoel ik, je hebt grote bedrijven nodig, zoals Philips, de kleintjes er rond, de suppliers. Maar net zo belangrijk zijn eigenlijk de banken. Je moet eigenlijk de financiële injecties krijgen om die kleine start-up bedrijven zoals ons de kans te geven. Wat kunnen wij betekenen voor deze ondernemer? Ja, dus bij de bestaande ondernemers zit het heel sterk. Toch nog op het bankiervlak kunnen we dat doen. Maar die willen ook steeds meer naar het buitenland. Nou, onder andere via het Oranje Handelsmissiefonds hebben we nu wel heel veel ervaring hoe we ondernemers mee kunnen helpen naar het buitenland gaan om daar hun eerste stappen te zetten. En vervolgens kunnen ze natuurlijk ook bankieren ondersteunen. De start-ups waar ik vanmiddag mee gesproken heb en ook de scale-ups waar ik vanmiddag mee gesproken heb. Daar zitten we vooral in het netwerk. Hoe halen we de juiste mensen bij elkaar? Hoe zorgen we dat ze aan hun kapitaal komen? Er zijn een paar voorbeelden langsgekomen over informal investing, waar we al veel mee bezig zijn bij ING. Waar er hiervan een paar successen zijn gevallen. Dus ik denk dat we heel veel kunnen betekenen voor deze ondernemingen. Wat de rest van Nederland kan leren is dat je eigenlijk uit je eigen schaduw moet stappen en over je bedrijfsgrenzen heen moet kijken. En dat je met elkaar grote stappen kunt maken. Samen kun je meer risico nemen dan dat je alleen zou kunnen doen. En als dat er is en je bent bereid om te delen, we willen een nieuwe gouden eeuw voor de boeg.